De rechtse man is inmiddels wel bekend bij de vrouwen van PSV, trainer Nibos Javukovic. En de vrouw links is Nadja Pfeiffer, vorig jaar nog in dienst van PSV. Nu verhuisd naar haar thuisland, naar Gladbach. En dat wil zeggen dat de PSV-vrouwen oefenen tegen de vrouwen van Borussia Mönchengladbach. De tweede oefenwedstrijd van dit jaar. En PSV dat begint eigenlijk meteen met de sterkst mogelijke opstelling. Nog steeds veel geblesseerden. Jurissa, Peels, Van Nerp, zij allemaal niet fit. Maar wat er dan overblijft is nog steeds een aardig team. Jesslyn Kuipers krijgt de eerste kans van deze wedstrijd. Maar zij stuit op doelvrouw Jasmin Haman. In die openingsfase PSV vele malen sterker. Niemand was echt onder de indruk van Gladbach. Maar wel onder de indruk van PSV en ook van deze vrouw Ebtissam Bouarat. Zij maakt na een mooie combinatie de eerste goal van deze wedstrijd. Goede steekbal van Van der Wetering. Bouarat heel cool, eenmaal, tweemaal. En na ruim 10 minuten spelen, de voorsprong, de verdiende voorsprong voor PSV. Dan gaat de ploeg van Vukovic alles behalve achteroverleunen. Het krijgt nog meer kansen, nog meer ruimte. Van der Wetering is dit. En daar is alweer de 2-0. Een beetje hetzelfde concept als bij de eerste goal. Een steekbal. En dan cool gebleven, dit keer dus door Van der Wetering. En Haman voor de tweede maal geklopt. En we zijn nog geen 20 minuten bezig. Moermans gaat achterin, die lange bal. Weer op Van der Wetering, zij krijgt alle ruimte. Blijft ze weer zo cool als net. Dit keer iets minder, dat schot gaat naast. Had wellicht wel te veel tijd. Maar de kansen komen er zeker voor PSV en ook voor Van der Wetering. Hier nogmaals. En dit keer wel een hele goede redding van Haman. Het schot mocht er ook zeker wezen van deze Mauri van der Wetering. De ploegen gaan rusten met 2-0. Dat had misschien wel hoger kunnen en wellicht ook moeten zijn. Maar na de rust wordt de voorsprong groter. Prachtig afgemaakt door Van der Wetering. Goeie steekbal van Kika van Nes vanuit achteruit. Weer veel ruimte. En dan in één keer op de slof. Prachtige goal. Dan is er bij Gladbach heel veel gewisseld. Bij PSV een aantal wissels. Maar de aanvalsdrang is er niet minder om. Volkersma probeert strikt te bereiken. Lukt net niet helemaal. Kaleo dan. Goed schot. Wordt nog even gehinderd door Pauline Daalman. En zo dus nog steeds maar 3-0. Maar het is een prima wedstrijd van PSV. Gladbach krijgt dan ook wel eens kansen. Maar dit schot van Kelly Simons. Die gaat toch ruim over. PSV heeft niets te duchten. Is vele malen sterker. Speelt ook goed voetbal. Kijk hier. Het 1-2'tje. Volkersma en Strik. De dieptebal dan op Susanna. Dat wordt niet helemaal begrepen. Maar dit is in blessuretijd dan nog een cadeautje. Dat wordt uitgepakt door invalster Vanessa Susanna. Pfeiffer en Haman begrijpen elkaar niet helemaal. En Susanna profiteert. 4-0 wordt het. Een prima uitslag voor PSV, een goede wedstrijd ook. En na de hand is het dan even tijd om bij te praten. Dus oud-teamgenoten Pfeiffer en hier Evers. Maar PSV start 2016 in ieder geval ontzettend goed.